komen deze nieuwe video van Bustar. We gaan vandaag naar de Warmsbeek. We zitten hier achter de trein en straks gaan we dus helemaal onderweg. Ik dacht, ik ga toch mijn droom achterna. Ik had al een paar keer gevraagd aan mensen of ze mee wilden gaan, maar er was bijna niemand die wilde. Dus ja, vertrekken we nu helemaal alleen op de trein naar Bruggen. Het is gewoon rechtstreeks rijden, dus dat is geen probleem voor mij. Als ik moet overstappen, heb ik wel moeilijk nodig voor mijn zonnestraaltje. Dus 36 is het terrein, dus hij zal straks te ver gaan zijn. Zo zijn we aangekomen in Bruggen. En nu moeten we even zoeken waar we moeten staan voor de warmste week. Maar ik denk dat we gewoon de klasje moeten volgen en dat we eruit kwijt komen. Dus dat gaan we doen. Maar we zijn er bijna. Het is eigenlijk niet zo heel ver. Ik zie het al staan. Dus, ben jij al gekomen? Het is ook niet zo koud, dus dat valt ook al mee. Het is over, dat scheelt ook al. Dus het valt wel mee. Gelukkig maar. Je hebt hier zo, zelfs een kermisje, een klein kermisje. Niet vergeleken lijkt bij ons. Dus ja, wel goed. Dus ja, we zijn op de juiste weg. We zijn aan het wandelen. Dus ja, wel leuk. Draag zijn koptelefoon op, dan komt het helemaal goed. Het is de tweede keer dat ik ik kom wel vaker in Brugge, maar ja, voor over te stappen en zo, maar het is de tweede keer dat ik echt in Brugge aan het wandelen ben. Dat is ook een beetje gek. Toen met mijn mama en nu is het helemaal alleen. Dus speciaal. Ook al leuk om hier eens te komen. Ik ben benieuwd wat we allemaal gaan zien eigenlijk, want het is dat wel vaak op de tv, maar het is echt al van dat ik weet dat het bestaat, dat ik altijd zei van ik wil dat iets meemaken en vannacht dacht ik zo van kom, we gaan en voilà, we zijn hier, dus wel goed. Dus wat wel een minpuntje is dat kunnen zij niet aan doen. Dat je hier in het station niet kunt betalen, cash. Als je nu drinken wilt of zo, dat gaat niet. Dan moet je op je kerk kloppen. Dus dat is het enige wat dat minder is. Maar voor de rest vind ik het wel meevallen. Ja, eigenlijk is er niet veel te zien. Dus, oeps. Dat zien we nu al meteen. Dus we zijn er bijna. En misschien zie je het wel al een beetje. Misschien ook niet. Maar daar moeten we zijn. Dus eigenlijk heel ver hebben we niet gewandeld. Dus dat scheelt ook wel. We hebben hier wat cafeetjes in de buurt. Dus ja, valt wel mee. Valt wel heel reuze mee. Dus daar zijn we. En dan gaan we dus ook een foto maken. Dus we gaan even een foto maken. En dan hoor ik jullie straks. Dus we zijn op het plein momenteel. Dus we zijn heel dichtbij. Dus dat is heel goed. Ik denk dat we daar zo meteen water kunnen halen. Dus we gaan plan. Dus ik ga daar eens kijken. Dus kunnen we gewoon rijden. Dus daar zie je zo de boog. En hier staan we echt op het plein. Dus er is wel wat volk, maar het valt wel mee. Dus we gaan daar eens kijken of we daar gratis kaart kunnen krijgen om te schrijven. Wat ik ga opzetten, dat weet ik eigenlijk niet. Dus ik denk dat ik ga schrijven. Eigenlijk mijn droom waargemaakt of zo, ik weet het niet. En dan gaan we ook nog bellen naar Zonnestraaltje. Naar Anneke.
om te laten weten dat we hier zijn. Dus, dat ook. Maar je ziet, we zijn echt heel dicht. Hè. Dus ik denk dat het open is. Dus daar heb je echt al dat dingetje warm. Dus echt, dat is een heel groot plein. En daar denk ik wel dat hier maak je filmpje van raden. Dus het is echt wow. Groot. Ik had het niet verwacht. Dus mooi. Gisteren dat jullie helemaal vol hebben gezien op de televisie. Ik had een beetje schrik dat vandaag ook zo zou zijn. Maar het valt wel mee. Ik kop hier je vlammetje. Ik haal hier de tekst. Hier dat ga je het halen. Nacht hier. Best gek wel laat. Zo 10 minuten. Dan gaan we eerst eens doen. Dat hier halen. Dus hier gaan we ooit spelen. Dan ga ik het spelen. Daar heb je ook nog zo van die kraampjes. Dus daar kan je drinken kopen, denk ik. Drank. Daar heb je snacks. En daar zul je ook waarschijnlijk ook drank kunnen kopen. En zo'n dingen allemaal. Dus, dit staat er op ons bordje. Dat we hebben meegepakt. Dus, hier heb je die toren. Dus, het is hier wel groot, amai. Super, super groot. Niet normaal. Eigenlijk niet, en dat is eigenlijk wat ze op de televisie ook zien. Dat zie je daar op het scherm. Zo zien we dat ook op de televisie. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe wij het op de televisie zien en de mensen ook. Dus dat is eigenlijk wel leuk om te zien. Daar heb je de dingen van Brugge. Maar je ziet dus het keidruk. We gaan eens kijken wat hier eigenlijk is. Gewoon eens een ideetje. Is wel een mooie kerstboom. Dus ja, wel leuk om dat een stukje te zien, denk ik dan. Dat is echt zo'n kleine ding. Dat is de boom. En daar komen we. Nu heb je zo. We gaan niet te ver, maar we eens kijken. Kijk, kom maar zo klein. Hier heb je zo water.
mooi. Dat is fijn. Kijk, hier zit echt het zand. Dus al leuk om hier nog eens te komen. Hier hebben we gewoon die zijstraatjes. Je hebt echt winkeltjes, we kunnen eens kijken. Iets kunnen kopen. Zie ik misschien. Kijk, zo'n skateboard. Warmste week en zo. De warmste winkel. Nee. Maar wat tof gedaan. Je hebt dus echt een winkelstraatje. En dat is wel mooi. Zo klein, maar mooi. Nee, moet dat eens zijn. Dus alles en zo. Dus een beetje toeristische dingen opsnuiven ook. Ik weet dus hoeveel ik naartoe moet gaan. Ik moet de muziek gewoon volgen. Dus dat komt heel mooi worden. En toch eens kijken in de winkelstraatjes. Dank u God. Pipo is trouwens ook mee, Pipo is in de zak. Niet veel, want we hebben nog een paar foto's gemaakt. Laten zien. Zo'n bakkerijtje. Hier komt echt zo in de druk terecht. Ik zal het inkoppad hier leggen. Kijk, de winkelen. Ik zeg zo, ik ga dat nu niet doen, want dan gaan we een week een beeld hebben, maar wel grappig dat hij is. Wie heb je dan nog in kappers? Eens kijken wat daar is, en dan halen we helemaal weer terug. Ik kan goed lezen, mensen. Dus sorry daarvoor als ik het beter een keer lees. Nu komt echt wat toeristisch, denk ik. Het is wel koud. Zo dan allemaal. Oh, hier heb je die toren waar ik. En daar heb je die toren. Echt. Het is wel mooi hier. Hoe kan ik ooit het geweest? Wel leuk om allemaal te zien, eigenlijk. Dus aan de zomer komen we sowieso nog eens terug. Maar hier, in de zomer. Dus, sowieso. De zomer komen we hier een wandeling doen, als het warmer is. Dat beloof ik jullie.
de schatkamer. Je kunt er ook binnen gaan, maar ik ga het niet doen. Het is er echt wel... net zo van een heel klein straatje. En dan komen we dus naar hier, op hetzelfde plaatsje terecht. Waar dat we dus geweest zijn. Dus, ja. Dit moeten we van de zomer echt eens een keer doen. Ik ben hier, ik denk dat ik zoiets van 10 jaar geleden niet ook geweest ben of zo. Weet ik nog. Dus. En dan komen we weer op hetzelfde plaatje terecht. Zo naar daar. En dan komen we terug op de plaats waar we moesten zijn. Dus, natuurlijk kun je al die dingetjes doen, hè, maar dan moet je echt heel veel tijd voor hebben. Ten eerste al. Maar ook het tweede. De weg een beetje kennen. En dat is toch iets wat een probleem is. Dus doe ik liever met twee om eens een keertje te komen. Dus ons gekomen voor de Warmste Week en Bruggen, dat was. Echt een groot. Dus ik ben wel blij dat ik jullie kan meenemen naar hier. Dus kan meemaken. Ik had de Warmste Week ook wel iets groter verwacht. Of zo groter. Op tv lijkt alles groter. Maar dat neemt niet weg dat ik niet blij ben dat ik hier ben. Integendeel, ik ben blij dat ik mijn droom een paar gemaakt. Dat is al lang een droom. Dus dus ben ik al blij. Dus hier zijn ze aan het hakken. Dus dat zie je niet goed. We gaan het alles aan het klaarmaken. Koekjes bakken, ketnet. De Warmste Week. Wat we ook nog doen, dat is money patch. En niet echt koekjes bakken, maar andere dingen. Dus ze zijn hier bezig. Wil je ook de vlaag alsjeblieft? Daar zijn ze dus achter. Dus ook, maar dus, daar is Niels en daar is Sarah. Dus, dus we zijn nu op de terugweg. Allee, terugweg, we zijn inderdaad terug naar het station gegaan. Het was heel leuk, het was superleuk, het was gezellig. Daarnet op het laatste fragment, dat je misschien niet goed hebt kunnen zien, was Niels en Sarah aan het koken en bakken, koekjes aan het bakken voor de Warmste Week. We mochten helaas niet dichterbij, want ja, we zouden de Niels maar eens kunnen vermoorden, hè? Of Sarah. Dus, want ze zaten eigenlijk al binnen in glazen dingen, kon er eigenlijk op zich niet aan. Maar ja, je weet hoe dat gaat. Dus alles voor die veiligheid. Hè? Dus ja, dat heb ik niet echt in beeld kunnen brengen. Dat ga je misschien zien op Catnet, denk ik. Maar dat waren ze dan aan het doen. En... ik zeg het, we komen van de zomer nog eens terug, alleen of niet alleen. Dat zien we dan nog wel, maar het is er wel heel mooi. En het is ook niet ver, ik dacht dat het verder zou zijn. Dus ja, het is wel leuk. Dus ja, en nu gaan we terug naar het station wandelen. Je hebt er ook heel dicht bij toiletten. Dat is ook wel goed. Dus 50 cent voor het toilet. Het is echt niet duur als je rekent dat je bij sommigen 2 euro moet betalen bijna voor een wc-beurt. Vind ik dat wel nog goed. Dus ja, het is gewoon insteken en drukken en je kunt naar binnen gaan om je behoefte te doen. Wel mooi mee om te horen. Dus, ja, we hebben ook prima zo achter en zo en heel grote dingen
Ik heb de koord even aan mij omdat er heel veel passeert. Ik weet niet dat het uit mijn handen wordt gerukt of zo. Dan moeten ze voor de veiligheid ook. Ja, ik denk dat die al veilig gaan. Dus ja, dat het nu wel drukker gaat worden, omdat ja, mensen hebben een halve dag, wordt dat natuurlijk al wat drukker. Hè. Dus ze kunnen al wat langer blijven. Dus ja, een droom is toch wel wat uitgekomen. Dus het was niet specifiek voor op de foto te kunnen gaan met een of andere. Dat was totaal niet de bedoeling. Het was gewoon de bedoeling om het eens te beleven. En ik denk dat dat wel zeer goed gelukt is. Ik heb het beleefd. Ik heb zwaar geduwd geweest. Maar op zich ben ik wel tevreden. Dus, maar ik denk dat je dat met twee doet, dat dat wel iets gezelliger is dan alleen. Ik had heel veel mensen aangesproken. Dus we zijn er nu bijna. Dus nu dat het maar 10 minuten of zo wandelen is, denk ik. Ja, te zien hoe hard je wandelt natuurlijk. Ik wandel al iets sneller. Dus dat hangt ook wel een beetje denk ik, van het tempo af. Maar ze stond op de site 10 minuten wandelen. Dus ja, ga ik ervan uit dat dat 10 minuten is. Ik heb dat niet uitgerekend. Dus maar ik ga ervan uit dat dat klopt. Er zijn ook heel veel hotels in de buurt. Dus dat is ook al cool. Ja, de laatste tijd doet mijn hand een beetje pijn. Een beetje het komt, misschien opzet of zo, weet het niet. Ik neem ook altijd dezelfde weg terug, waarom? Zo weet ik, die punten heb ik gezien daarnet, die punten. Is dat de kortste weg? Weet ik niet. Maar het is wel de weg die ik daarnet ook heb gedaan. En met mijn autisme is dat gemakkelijker. Dat ik weet, die punten of die punten herken ik terug en dan weet ik ook hoe ik moet gaan. En dat is gemakkelijker voor mij. Zo'n beetje een touwke dat je zou zeggen dat je trekt en dat je dat touwke terug gaat halen. Zo is het eigenlijk een beetje in mijn hoofd. Dat ik altijd zo wat dezelfde weg moet teruggaan waar ik vandaan kom. Natuurlijk in mijn eigen stad weet ik ook al wel welke wegen ik kan nemen om wat sneller thuis te zijn. Dan gebeurt dat ik eens een andere weg pak, maar als ik hier ben, dan doe ik altijd dezelfde weg. Altijd. Ik zal nooit een andere weg nemen. Dus voilà, we zien als je al goed kunt kijken, het station staat heel dichtbij. Dus ja, en je ziet er komt heel veel volk op af. Dus het is goed dat we vertrokken zijn. Het kan zijn dat we moeten overstappen, het kan zijn wanneer de zonnestelling heeft de uren doorgestuurd. Maar wegens dat ik nog naar de wc moet, denk ik niet dat we dat gaan halen. Je weet het nooit dat dat is het station dat je ziet. Dus we gaan ons een beetje haasten. Dus we moeten de volgende trein pakken om 12:25 komt de trein. En de andere wordt kwijt. Ja, dat is niet lekker pakken om de andere. Dus, op zich geen probleem. Treinen genoeg zeker om naar huis te rijden. Dus ik ben wel blij dat ik het gedaan heb. Echt waar, ik ben echt trots dat ik het gedaan heb. Dus ik kan het niet meer herhalen. Ik kan het niet meer herhalen. Dat ik zo blij ben. Dus ik ben super content. Stukje meteen. Ik ga er echt niet aan te doen. Dus ik moet terug naar terug. Het is gewoon even gewoon. Ik was er wel in Gent, maar de trein pakte in Brugge. Maar het was te druk om te vloggen. We zijn bijna. Ik hoop dat jullie dit een leuke video zien. Zeg het omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer.